Ook in 2022 wordt er hard gewerkt aan de Rijnlandroute om de bereikbaarheid in de regio Leiden te verbeteren. En ook wij kijken dit jaar mee achter de schermen van dit grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland. In deze aflevering zien we hoe de verdiepte ligging tussen Leiden en Katwijk wordt gemaakt. En we gaan bomen planten langs de A44. Maar laten we eerst nog even kijken naar een overzicht van het totale project, de Rijnlandroute. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lammeschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. We beginnen bij de Tjalmaweg. Dat is de N206 tussen Leiden en Katwijk. Deze weg wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken die deels verdiept worden aangelegd. Naast deze toekomstige weg wordt een snelfietspad aangelegd waarvoor hier een van de fietstunnels wordt gebouwd. Voor de verdiepte ligging wordt een soort kuip gemaakt waar de weg in komt te liggen. Maar omdat je dan te maken krijgt met grondwater, moet de aannemer ervoor zorgen dat deze kuip waterdicht is. Niet alleen om straks in te kunnen rijden, maar ook nu al om in te kunnen werken. Mooie plek, man, zo, hè? Wel, hè? Het ziet er goed uit hier. Het is een hele aparte wereld. Ja, gebeurt daar boven alles. Daar rijden auto's nu. Niemand die ons ziet. En dit is de verdiepte ligging. Tenminste, het begin, hè? Ja. Daar is Leiden. Ja. Klopt. Daar ligt Katwijk. Klopt. Een traject van, 2 kilometer. Ja. Voordat jullie kunnen gaan werken, moet die bak waterdicht, hè? Hoe doen jullie dat? Nou, we zetten eerst damwanden aan de zijkanten. Zodat we in ieder geval geen invloed hebben vanaf de zijkanten. Van het grondwater. Van het grondwater. En dan brengen we gel in de ondergrond. Dat hebben we in de vorige uitzending laten zien. Jullie hebben 92.000 slangetjes. Over de hele lengte van de verdiepte ligging hebben jullie in de grond. Ja. Daar gaat gel in. Ja. En jij hebt wat van die gel bij, ja, hè? Want hoe werkt dat? Hier zie je de gel. Dat is wat ze in de slangetjes pompen. Maar het lijkt wel een soort haargel, ja, joh. Ja, het is wat steviger. Hey, en wat gebeurt daarmee? Dat wordt de grond ingedrukt, geperst, ja, en dan? Die gel, die vormen bollen, zeg maar, in de ondergrond. Ja. En al die bollen, zeg maar, soort ballonnen, die haken in elkaar. En dan wordt het één laag in de grond. Die het grondwater tegenhoudt? Die het grondwater tegenhoudt. Oké, en dan heb je eigenlijk al een kuip, hè? Want je hebt dus een gellaag op de bodem. Het damwand aan de zijkant. Ja. En dan? Dan gaan we bronnen aanbrengen. Dan pompen we het water boven die gellaag weg. Dus dan heb je eigenlijk een badkuip hebben we dan gemaakt. Dus het water wat hier dan nog in zit, wat dat wordt weggepompt? Boven de gel ligt, wordt weggepompt. Dus dan kun je droog aan het werk? Dan kunnen we droog werken. Droog kunnen we op onze sokken lopen. Ja. Hey, en jullie werken op een bijzondere manier, hè? Want het traject is ruim 2 kilometer lang. Ja. Wat jullie verdiept moeten gaan aanleggen. Hoe gaan jullie te werk? We werken in een treintje. In een treintje? In een treintje, ja. Niet een echt treintje? Nee, nou ja, zo kan je het eigenlijk best wel zien. Oh. We werken van compartiment naar compartiment. Dus in compartiment 1 brengen we de damwand aan. Dan gaan we door naar compartiment 2. Dan gaan we in compartiment 1 de slangetjes aanbrengen. En zo gaan we continu één stapje verder. En als in compartiment 2 de slangetjes zijn aangebracht, ben je in 3 al de damwand aan het aanbrengen. En ben je in 1 al de grond aan het weggraven. Juist. Nou, dat... Oh, ja. Dus en waarom zeg je niet van joh, we graven eerst die hele zooi of eerst die overal damwanden, dan lekker uitgraven en dan kunnen we alles in 1 keer doen? Nou, dan moeten we even meer tijd hebben en dan moeten we allemaal wat meer geduld hebben, want dan gaat het veel langer duren allemaal. Omdat dan de rest aan het wachten is eigenlijk? Dan wachten we continu op elkaar. Dus het is efficiënter? Het is veel efficiënter werken in een treintje en kost minder geld. En kost minder geld. Ik denk dat vooral dat het is. Nou, en de tijd natuurlijk. Dat de je tijd bezig bent en de overlast voor de omgeving, die beperk je hierdoor ook heel erg. Wel een puzzel.
Ja, maar wel een hele mooie puzzel. Ja? Ja, ja. Maak jij die? Ja. Dat maken we met z'n allen. Maar stel, hè, stel nou dat het zoals van de week was, alleen maar aan het stortregenen en hartstikke slecht weer en veel wind. Ja. En dan ligt het stil en is je hele puzzel... Dan ligt de puzzel even stil en dan moeten we soms ook weer een andere puzzel maken om dat weer op te lossen, dat we wel weer door kunnen gaan. De gellaag die het grondwater tegenhoudt lost na enkele jaren op. Voor nu is dat voldoende om in te kunnen werken, maar voordat de weg kan worden aangelegd, moet de kuip nog definitief waterdicht worden gemaakt. Dat wordt gedaan met een stevige folieconstructie. Straks zien we hoeveel folie er nodig is voor de hele verdiepte ligging en hoe deze folie wordt aangebracht zodat er een waterdichte kuip ontstaat. Naast de werkzaamheden aan de verdiepte ligging worden er aan de Tjalmaweg ook verbindingswegen, een snelfietspad, fietstunnels en een parkstrook aangelegd. Ook de Torenvlietbrug wordt verbreed. Naast de bestaande brug wordt een extra brug gemaakt. Binnenkort worden de laatste liggers geplaatst over de Oude Rijn, waarna de brug geasfalteerd kan worden. Bij een groot project als de Rijnlandroute, waar veel nieuw asfalt en beton wordt aangebracht, is er ook aandacht voor groen. Waar het mogelijk is, wordt het groen behouden, maar waar het groen verdwenen is, moet het gecompenseerd worden. Vandaag worden er bomen en struiken geplant langs de A44. En landschapsarchitect Sjoukje van Hees is daarvoor verantwoordelijk. Maar hiernaast ligt dus de A44. Ja, achter deze 6 meter hoge wand is de A44. Ja. Ja. En hier zijn jullie best wel al veel bomen aan het planten. Ja. Ja, hier is de bedoeling dat het ook vrij snel dichtgroeit. Want die mensen die daar wonen, die zitten natuurlijk echt hier tegen die Berlijnse muren aan het kijken. Dus daarom willen we het hier mooi groen maken met al grote bomen bij aanplant. Maar dan ben jij landschapsarchitect in dit project. Wat doet een landschapsarchitect? Ik ben verantwoordelijk voor alles buiten de weg. Dus, het groen. Ja, groen. Het landschap, ja. En, dat de weg niet meer zo opvalt straks. Er is heel veel gekapt en dat moet ook allemaal weer terugkomen. Evenveel bomen of een even groot oppervlakte aan bomen moeten wij als provincie terugplanten. En dat is, een bij wet? Oh, ja, ja. De wet natuurbescherming schrijft voor dat je evenveel terugplant en ook met vergelijkbare ecologische waarden. Dus niet zomaar populiere akkers aanplanten, maar echt mooie diversiteit. Mooi bos en biodiversiteit. Oké. Okay. Is het makkelijk in dit gebied om die groencompensatie te doen? Nee, dat dacht ik al. Het is hier allemaal zo druk en zo vol. Ja, ja, het gaat, de verbreding van de weg gaat ten koste van het groen. En vindt die ruimte maar in de Randstad waar elke meter al voorbestemd is. Maar moet het op dezelfde plek? Want als de weg hierachter is verbreed, de A44, die is breder geworden. Ja. Dan komt daar de N434 richting de A4, die nieuwe provinciale weg. Ja. Moet je dan ook vlak daarbij die compensatie doen? Of kun je ook zeggen van nou, we doen het in omliggende gemeenten? Ja. Nou, het is wel altijd, wil je zoveel mogelijk op dezelfde plek terugplanten. En dan vooral zo dicht mogelijk op de weg, dat je geluidsschermen uit het zicht haalt, dat soort dingen. Er is hier ook maar beperkt ruimte, dus dan ga je naar andere plekken kijken van waar heeft bos hier in de buurt een landschappelijke waarde. En waar kun je dan bijplanten? En waar kunnen we dan nog een beetje bijplanten, ja. Nou, als je kijkt aan de andere kant van die N434, daar liggen heel veel weilanden. Dat lijkt plek zat, hè? Ja, zou je denken. Maar, ja, maar is toch zo? Dan kun je toch, als je daar een stukje gras weghaalt en zit er een paar mooie bomen neer, dan heb je ook weer groencompensatie. Ja, het is een mooie open ruimte, maar dat willen we daar ook graag zo houden, want het is een weidevogelgebied. En voor die weidevogels wil je eigenlijk geen bomen aanplanten, want in hoge bomen gaan roofvogels zitten of kraaien. En die kunnen dan zo mooi scannen of er nestjes zijn van weidevogels. Oh, echt waar, joh. Dus dat zijn mooie... die allemaal leeggeroofd, die nestjes van de weidevogels. Dus, daarom geen bomen daar? Ja, of maar heel beperkt wat losse, kleinere bomen. Maar, niet genoeg om alles te compenseren? Geen bos in het weiland, nee. Dus daar moet je echt allemaal rekening mee houden, ja. Maar best nog een gedoe. Ja, er komt meer bij kijken dan dat je denkt, ja. Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Maar voor je denkt, is dat ook niet een beetje frustrerend dan? Dat jij gewoon, jij wil groen, maar er is nergens plek. En dat je echt moet gaan zoeken, hoe ga ik dat nou oplossen? Lukt dat altijd? Uiteindelijk moet het gewoon lukken, maar we zijn nog steeds niet klaar. Nee, we zijn nog steeds op zoek naar nog meer plekken om bomen aan te planten. Die allemaal zijn verdwenen door de aanleg van de Rijnlandroute. Ja.
Maar het gaat er wel komen. Ja, het gaat er wel komen. En we zijn nog goed bezig, toch? Oh, je wil hem ook even aanraken, ja, hè? Ja, even knuffelen. Oh ja? Ja? Ik knuffel ook graag, maar dan bomen. Maar dan met bomen, ja. En nou, daar zijn ze nog bezig, dus misschien kunnen we wel even meehelpen. Dacht je? We? Of jij? Ja, nou, zo'n boom is zwaar. Dan moet je wel met een paar mannen... Oké, nou, laten we even die kant op lopen. Ja? De provincie zet bij de Rijnlandroute in op volledige groencompensatie. Het gaat daarbij in totaal om zo'n 10.000 bomen, 20.000 struiken en 30.000 haagplanten. Om hiervoor geschikte locaties te vinden, wordt samengewerkt met alle gemeenten in het projectgebied. Bij de herplant wordt rekening gehouden met biodiversiteit, het veranderende klimaat en de ecologische waarde van de nieuwe aanplant. Niet alleen naast de wegen wordt groen aangeplant, ook tussen de rijbanen van de A44 zijn onlangs 6.000 nieuwe struiken geplaatst, die net zo hoog moeten worden als de hagen die verderop richting Wassenaar tussen de rijbanen staan. Oh kijk, hier zijn ze bezig. Ja, dat is het echte werk. Goedemiddag. Hoe heet je? Marcel. Marcel, dit is Sjoukje. Kan zij jou misschien ergens mee helpen? Wat ben je aan het doen, Marcel? Ik ben hier de keuring aan het doen hoe de jongens de bomen planten. Zoals hier kun je zien, wij hebben een app waarin we alles vastleggen. De plant gaat, wordt het goed losgespit? Nou, we hebben zojuist ook bij die boom heb ik dat al kunnen controleren. Ze spitten het gat goed los. Ze brengen losse grond aan. We gooien de meststof in. Het is op de juiste plantdiepte. Want als een plant te diep staat, gaat het dood. Marcel? Ja. Ik dacht, je gaat gewoon een gat en dan zet je een boom in en je doet hem dicht. Nee. Dus zo... zit een complete administratie achter elke boom, joh. Ja. En zo werkt het ook niet. De grond moet los zijn. Een plantgat moet je losmaken. En dan pas kun je de boom erin zetten. Oh. En jij vinkt dat allemaal aan in je app? Iedere dag maak ik keuringen. En dan of dat er zo'n kokosmatje omheen aangebracht is. Waar tegen... zijn die voor dan? Dat is voor het uitdrogen, voor het eerste jaar. Dat hij niet te snel uitdroogt. Als je een zomers water hebt gegeven, dat hij wat langer kan genieten zeg maar, van zijn water. En dat kan door zo'n klein matje? Ja, dat zorgt voor tegen de uitdroging. Oh joh. Nou, zijn de boompalen aangebracht, zijn ze vastgezet. Nou ja, dat kun je natuurlijk verderop heel goed zien. Ik wist helemaal niet dat er zo'n hele wereld achter zat, joh. Ja, een paraafje neer. En dan maken we nog even een foto. Oh, daar moet ik erbij? Ja, mag hoor. Ja, hij staat erbij. Dan kun je je baas laten zien dat ik het ook goed gekeurd heb. En dan druk ik op nu. Daar zijn we. Staat er ook echt in. Maar dit is misschien ook handig dat als je over een half jaar moet checken of de komende periode of die boompjes allemaal goed doen. Ja. Dat je in je administratie kan terugvinden hoe dat allemaal vastgelegd is. Zeker, want dan kun je aantonen dat in ieder geval de plant goed was. He, want die plant kan eventueel ziek zijn dat het daaraan ligt. En dat kun jij dus allemaal terug? Ja, dat kunnen we dan weer aantonen. De locaties en diversiteit van de nieuwe aanplant zijn door Sjoukje in samenwerking met een landschapsarchitectenbureau vastgesteld. Hiervan is een kaart gemaakt die door de planters nauwkeurig wordt gevolgd. De bomen worden in het najaar en in de winter geplant omdat ze dan in winterrust zijn. De sapstroom in de boom staat stil en alleen dan kun je bomen verplaatsen en planten. Als het lekkerder weer wordt en de bomen gaan groeien en blad ontwikkelen, moet goed in de gaten worden gehouden of de grond vochtig genoeg is. Dit wordt continu gemeten door sensoren en bij een tekort moet er extra worden beregend. Zo, staat hij recht? Ja, toch? Net allemaal zo lekker aan staat schrift. Ik dacht altijd. Die gasten hebben koud de hele dag. Ja. Maar drie keer scheppen en je hebt het bloed heet. Het is helemaal niet zo erg buiten werken. Eigenlijk best lekker, hè? Ja, toch? Ja, goed voor je conditie. Maar dit is er maar één. Kun je nagaan hoeveel werk het is om... Ja, die hele A44 vol te planten, ja. Nou, die taxus die is wel mooi, maar dat is natuurlijk geen echte boom, hè? Een struik meer. Ja, soort van. Ik vind dat we ook nog wel even een echte boom moeten doen. Ja, vind ik ook. Toch? Ja. Echte mannenwerk. Ja. Ja. En vrouwenwerk. Ja. Mannenwerk MV, hè? Ja, mannenwerk MV, ja.
genderneutraal werk. Ja. Ietsje zo. Straks planten we onze eigen Omroep Westboom. Maar nu eerst terug naar de verdiepte ligging tussen Leiden en Katwijk. Daar wordt een kuip van folie gemaakt die het grondwater tegenhoudt, zodat wij er straks droog doorheen kunnen rijden. Langs de zijkanten en op de bodem van de kuip wordt een 2 mm dikke folie aangebracht die het grondwater zeker de komende 100 jaar moet tegenhouden. De rollen folie moeten aan elkaar worden gelast zodat er geen water doorheen kan komen. Zo ontstaat uiteindelijk één grote folieconstructie van 2 kilometer lang. Wij zijn vandaag in het vierde compartiment. Hier is de kuip al droog gemaakt en afgegraven en wordt nu de folie aangebracht. Oh, maar dit is dan die folie die zo van bovenaf naar beneden gerold wordt. Ja, die hebben we eerst van tevoren opgehangen voordat we gaan ontgraven. Dat hangt het werk het makkelijkst. Dan gaan we ontgraven en dan laten we ze naar beneden rollen. Oké, dus die folie hang je op, dan haal je al het zand weg zodat je een lege bak hebt en dan kan die folie die bak. Ja, dan rollen ze hem naar beneden en dan ligt hij erbij zoals dat hij nu ligt. Hé, maar joh, ik zie er twee. Ik zie wit en zwart. Ja. Ja, we hebben drie. Oh, drie. Hier zit nog een witte. Ja. Wit, zwart, wit. Eén beschermende laag aan de onderkant. Dus dat als er scherpe deeltjes in het zand zitten, dat de folie niet beschadigd wordt. Dan is dit de folie. Ja. En dan dik is dat? De folie is 2 mm dik. 2 mm. Dat is dun. Ja. Maar en dat goed, dat heel dik. Maar heel stevig. Kijk, het is heel voelbaar. Oh ja. Maar. Wat ik dan ook zie, Mike, het zijn rollen. Ja. En ik zag ze daar al bezig. Maar die rollen moeten natuurlijk aan elkaar gemaakt worden. Ja. Die lassen we aan elkaar. Dus we maken eigenlijk het folie warm. En dan drukken we het aan elkaar. En dan plakt het aan elkaar. Oh joh. En zo maken jullie van de zijkant. En het gaat zo over de bodem tot aan de andere kant weer omhoog. Tot aan de andere kant weer omhoog. Dominique. Goeiedag. Jij bent de lasser. Ik ben de voorman van het werk. De voorman van het werk. Maar dit is een lasapparaat, hè? Ja, dit is een lijster. Hiermee smelten wij de baan aan elkaar vast. Ja. Er zit een bout in midden, 400 graden. Dat is deze bout? Ja, kijk, hij is heet. Die is nu al heet? Ja, hij staat. Oh, hij staat aan? Hij staat aan, 400 graden. Het is goed dat ik er niet aanraak. 400 graden? Ja, hij komt. Hier komt een stuk in staan. Valt hij erin, dan komt hij hier nog een stukje erboven. Oh, en dat ding wat nu 400 graden is? Die smelt met elkaar. Dan word je, die druk je erop en dan dus smelt de folie. Wij drukken hem zo naar beneden en dan zet je hem aan en dan loopt hij. Dan zet je hem aan? Kijk, en dan loopt hij vanzelf. Oh, hij gaat vanzelf? Ja. Hé? Oh joh. Oh kijk, hier gebeurt het al. Nee, nu niks. Nee, het is maar één wiel. Ja. In principe zie je nu de sporen van de wiel. Dat zijn die lasbanen? Ja. Op deze manier worden alle banen folie aan elkaar gelast. De lasnaden die ontstaan moeten vervolgens gecontroleerd worden om te zien of ze ook echt waterdicht zijn. Hiervoor wordt met een simpele fietspomp lucht in de lasnaad gepompt, waarna de luchtdruk wordt gemeten. Als de druk gelijk blijft, betekent het dat er nergens lucht ontsnapt en weten ze zeker dat de lasnaad volledig waterdicht is. Het traject van de verdiepte ligging is 2 kilometer lang en daar is ongeveer 100.000 vierkante meter folie voor nodig. Vergelijkbaar met 15 voetbalvelden. Omdat de folie wordt aangeleverd op rollen van 7 meter breed, moet er veel gelast worden. In totaal hebben we het voor deze verdiepte ligging over 18,3 kilometer aan lasnaden en duurt het zo'n 30 weken voordat de hele kuip met folie is bedekt. Veel handwerk. Heel veel handwerk. Ja. Klopt. Maar na het handwerk dan komt het machinewerk weer. Ja. Waar wij nu staan is de kuip al klaar, zeg maar, met de folie en het zand. Ja. En komt hier dan het asfalt op? Nee. We moeten nog 3 meter aanbrengen aan materiaal. Oh, 2,5 meter zand, een funderingslaag en het asfalt. En dat is om de tegendruk tegen het grondwater, wat aan de onderkant van de folie drukt. Oh, er zit zo'n enorme druk, anders komt die folie weer omhoog. Juist. Oh, maar rij je dan nog wel verdiept? Dan rij je nog wel verdiept, maar niet zo diep als wij ons nu staan. We nemen ook nog even een kijkje bij het nieuwe knooppunt Hofvliet aan de A4. Hier zijn de contouren van de flyover steeds beter zichtbaar. Het betonwerk van de flyovers is klaar en de vangrails zijn aangebracht. Op dit moment wordt de grond aangevuld om de flyovers aan te kunnen sluiten op de snelweg. Later dit jaar worden de flyovers geasfalteerd.
jij mijn schep dan? Ja. Met Sjoutje had ik afgesproken om nog een echte boom te planten langs het geluidsscherm van de A44. Niet wetende dat ze ook nog een verrassing voor me zou hebben. Hoe diep moet die? 57 centimeter. 57? Ja. En waarom niet 56 of 58? 57, dan staat hij net op gelijk aan het maaiveld. Er ziet er wel grond erover en we zijn wel goed. Centimeterwerk. Centimeterwerk, ja. Zo, Sjouk. Centimeterwerk. Goed, hè? Maar dat kan ik niet verwachten. Nee, hè? Een centimeter aankwam. Zelfs een landschapsarchitect staat erbij te kijken. Zo. Kan ook nog wat leren. Ja, mooi toch? Zo, dit is echt klei. Ja, best zware grond, letterlijk. Hij staat. Ja, goed hè? Het is een beuk toch? Ja, het is een beuk. Een mooie grote beuk. Dat is misschien wel kinderachtig. Een soort trots. Ja, maar dit vind ik ook best wel bijzonder dat wij dit met z'n tweeën gedaan hebben. Ja, een beetje hulp van die man, hè? Ja, een klein beetje. Ja. Maar, Ik heb nog een verrassing voor je. Als aandenken dat wij samen deze boom geplant hebben. Wacht even. Want... Oh, nee. Dat wordt de Omroep Westboom. Wat vind je daarvan? Oh, dat vind ik echt... Heb je dit nou speciaal laten maken? Goed, hè? Oh, leuk. De Omroep Westboom in Leiden. Oh, leuk. Oh, dan moeten we wel even zo neerzetten dat iedereen het kan zien. Ja. Ja, zo, vanaf de weg. Maar soms dan zo zetten. Ja? Zal ik je even een echte hamer geven? Hou jij hem vast? Ja, grappig. Ja, doe maar. Nee, serieus. Zichtig? Ja. Nou. Ja? Iedereen die hier langs rijdt of wandelt. Die ziet dat meteen. Toch? Dit is echt een leuk cadeau, joh. Dankjewel. Alsjeblieft. Top gedaan. Nou ja, en weer een stukje groencompensatie erbij, hè? Ook. Daar ging het uiteindelijk om. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland of eerdere afleveringen van de Rijnlandroute terugkijken? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.